Welkom bij de privéflits vanavond, Vanessa. De voorlaatste ronde van The Voice of Holland. En wij hebben exclusief twee kandidaten. Vertel, wie is de eerste? De eerste is Daniel van der Zee. Een heel getalenteerde jongen die zichzelf begeleidt op de gitaar. Echt prachtige nummer van John Legend. En Ordinary People. Ja, we gaan het horen. Kijken. Ik heb altijd eigenlijk al beroemd willen zijn. Ja, dat ligt nu natuurlijk voor het oprapen bijna. Girl, I'm in love with you. But this ain't the honeymoon. We're past the infatuation phase. Oh, bij de stem. We're riding the thing of love. At times we can sing of love. Yo! I know I misbehave. Yo! En daar gaat nummer 2. We both still got room left to grow. Dat zit wel goed, hè? Twee die omdraaien. Ja, dus Daniel gaat zeker door. Ja, dat kunnen we dan in ieder geval al onthullen. Er is ook nog nieuws, hè? TV OH, een junior editie. Ja, klopt. Eind januari gaat die van start voor kinderen tussen de 6 en de 14 jaar. En het gaat ook weer gepresenteerd worden door Martijn Krabbe en Wendy van Dijk samen. Maar wie er in de jury komen te zitten, dat is nog onbekend. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we naar nummer 2 die we hebben. Wie is dat? Dat is Jan Hendrik Niemeyer. Ook een jongen die niet alleen zingt, maar zichzelf ook begeleidt op de piano en met een mondharmonica. Een heel mooi nummer uit heeft gekozen van Billy Joel, de Piano Man. Kijken. Dit kan een middel zijn om uiteindelijk door te breken in de gospel scene waar ik er eigenlijk heen wil. Dus we wachten het af. Maar gaat die door? Ja, dat blijft de grote vraag. Martijn hoopt in ieder geval van wel, want die roept nog heel geestdriftig: Simon, kom op nou! Maar ja, of dat ook echt zo gaat zijn, dat gaan we vanavond zien. Ja, ja, precies. En dan is het misschien ook nog dubbelfeest vanavond, want... Ja, The Voice of Holland is genomineerd 2 maal voor de televisiering, het programma althans, voor een gouden televisiering. En presentatrice Wendy van Dijk voor de zilveren televisierster. Dus ja, misschien dat het dubbelfeest is. Wellicht 3-dubbelfeest, want als die huishoge kijkcijfers zo blijven, mag er nog wel een flesje open, denk ik. Vorig jaar was het ook al zo'n gigantisch succes. Toen hadden we Jennifer Eubank. Die duikt opeens ook weer vandaag in het nieuws op, want die heeft iets gedaan met Nick. Ja, met Nick heeft ze dat nummer Ghost in the House opgenomen, wat ze tijdens een van de shows al heeft ten gehore gebracht met hem. Ze zijn nu samen de studio ingedoken, dus dat is opgenomen. Oké, laten we even een stukje kijken. Weer een groot succes gaan worden, denk ik. Vanessa, dankjewel. En we zien jou maandag weer. Dankjewel, Roel. Tot de volgende keer.